Stel de volgende vraag. En misschien de linkerzijde dit keer? Ja, als je toch sterk komt. Dan gaan we komen sterk op u. Hallo. Mijn naam is Matasio, oorspronkelijk uit Kenia en ik woon in België een aantal jaar en ook nog in Nederland gewoond. Ik heb een aantal vragen, maar ik heb een klein beetje een Nederlands accent, dus als het niet duidelijk is, zeg maar even duidelijk. De eerste introductie voor mij, ik begrijp het als een zwarte kandidaat debat. En ik denk het is belangrijk om over issues die gaat over zwarte bevolking in Antwerpen te praten. In plaats van de verandering of verbetering die niet duidelijk is. Als je hier bent om iets te veranderen, heeft niks te maken met mij, dan heb ik van waar ben ik nu. Het is duidelijk, we weten allemaal, de politiek en ons, dat het is zwaar discriminatie op de arbeidsmarkt. Nou, mijn vraag is, hebben jullie nog een plan voor verandering of verbetering of vernietiging van deze issue? En dit is voor alle partij hier. Moet ik één voor één vragen of alle drie vragen nog doorgaan? Samen te vatten, want okay. En de tweede, okay. En de tweede gaat om, we noemen het de stad van iedereen. En ik zou wel vergelijken met heel veel multiculturele of andere steden rond Europa en zo. Ik vind het, mijn eigen mening is, het is zo weinig integratie, ook tussen die verschillende Afrikaanse landen zelf hier in Antwerpen en ook tussen de autochtonen en allochtonen. Een voorbeeld is gewoon op Koningsplein in Ghana of in cafés of de winkels, heb je gewoon een Congolese winkel alleen voor de Congolezen, heb je blank alleen voor de blank. Heb je nog een idee om een beetje initiatief of motivatie voor integratie tussen de verschillende 170 Benedict zegt 150 nationaliteiten of zo, maar soms op Koningsplein zie je alleen maar twee, Congo, Rwanda en misschien nog andere. Heb je nog iets over? De belangrijkste vraag ook voor iedereen is, wij praten over waarom zoveel ineens zwart kandidaat. Hebben jullie nog één common goal als zwart kandidaat? Of is alleen als wij daar veel zwarte kandidaten, dan de zwarte voelen zichzelf ook erbij? Dat is eind van mijn vraag. Oké. Ik onthoud vooral met uw permissie de laatste vraag, omdat de tweede vraag is bijvoorbeeld een vraag voor de hele gemeenschap. Kan ook gevraagd worden, maar niet specifiek naar de kandidaten toe, op een gemeenteraadslijst. Oké? Okay? Klopt dat een beetje? Of heb ik hier verkeerd? Dus uw tweede vraag is eigenlijk naar heel de gemeenschap toe. Waarom hebben jullie meer contact onder elkaar? Ja. Ja? Niet zozeer voor mensen die op een politieke lijst gaan staan. Nee, als de politiek hier heeft een idee om deze te veranderen. Oké. Okay. Is het maar pakken? Oké. Oké, laat ons de rij afgaan, maar in andersom. Probeer van een beetje korter te antwoorden als ik kan, N-VA.